Jasje voor ons babymeisje. Maatje 50 en een enkele 56. Lekker met z'n tweeën in de box aan het spelen. Hè? Zo mensen. Die is leeg. Die is weer vol. Dit kan allemaal weg. Hele grote bak vol. Nou, ik vind dat ik het goed heb gedaan. Hier ook nog een setje. Die moet even naar was. Dit is wat er van de meisjes over is gebleven. En hier de kniekousjes, die zijn denk ik al in de la, want die waren er niet in. En hier is wat we voor ons volgende prinsesje hebben, dus het is al heel veel. Hier alle broekjes, shirtjes, pakjes, mutsjes, rokjes, shirtjes en pakjes, nou in ieder geval rompetjes. En dat dus allemaal schattige schoentjes, slofjes, hoe wil je het noemen. Hè? Super schattig. Daar nog een pyjama pakje. Dus dat hebben we ook allemaal weer gedaan. En de meisjes zijn even lekker met z'n tweeën in de box aan het spelen. Hè? Ja, knappers. En we hebben weer een pakketje. Ik ga hem even uitpakken. En dan zal ik je zo laten zien waar we gekregen. Ik ben benieuwd. Oh, kijk eens mensen. Het jasje voor ons babymeisje. Lekker warm, heerlijk. Zo schattig. En wat ook wel heel erg leuk is, je kan hem ook omdraaien volgens mij. Kijk, dan heb je die stipjes staan aan die kant. Super schattig, lekker warm. Dus die gaat de kast in. We gaan even lekker eten. Lekkere boterham met de mandarijn, Lily, hè? Lekker? Lily heeft een lekkere tosti. Ja. Ik heb ook een lekkere tosti. Ja. Amy heeft even een fles. Ja. Een lekkere boterham, ook een mandarijn. Dus wij gaan even lekker smekkelen. Met Brammetje Baas erbij. Samai. Zo mensen, hier hebben we dan de kast. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. De slaapzakken zijn eruit. Je moet nog wel even uitzoeken zo. Nou, we hebben hier kleertjes van de meisjes. Moet ik nog wel even ordenen, want er zitten nog dingetjes hangen in de waslijn. En ze zijn nog in de was. Dus daar gaan we nog even, voor zorgen. We hebben daar dus ook nog plek. We moeten echt een andere kast erbij hebben. Dus nou, gaan we maar even zien. Want ja, met drie meisjes en één kast, dat gaat niet worden. Nou, ik heb hier alle kleine spul gehangen. Zoals jullie zien, echt van alles. Een heleboel vestjes hebben we ook. Misschien dat er nog wel iets weggaat. Want zoals ik al zei, is er nog meer in de was. Hier voor de grote meisjes, in dit geval Lily. Nou, hier hebben we maatje 50 en een enkele 56. Broekjes. En nog meer broekjes. Allemaal shirtjes. En een jurkje ook trouwens nog. Super schattig, van noppies. Pakjes. Pyjama pakje bij. En hier hebben we maatje... 56 nog. En hier ook. En hieronder hebben we daar alle rokjes. We hadden nooit zo heel veel rokjes aan. Een beetje zo'n kleintje, dat kruipt alleen maar omhoog. Maar dat zijn wel van die schattige tutu rokjes. Wel leuk voor op een foto of zo. Dan hebben we daar mooie truitjes. Ook een grotere maat. En dit is 68. Dus dat duurt ook nog wel even. Dus dit is up to date. Zover. Onze mooie kast. Ik ben nog steeds heel erg blij mee. Daarbovenop moet ook nog even opgeruimd worden. Zo. Daar hebben we hier onderin. We hebben het beddengoed en zo. Een hoesje voor het aankleedkussen. Ik heb hier net de krat neergezet met alle rommeltjes. En nog wat dingen die ik uit moet zoeken. Nou, aankleedkussenhoes dus. De kruik. En dit is de volgende wat we gaan opruimen. Het valt wel mee, moet ik zeggen. We hebben daar
wat benodigdheden en dan de melk. Ik wil gaan proberen borstvoeding, maar ja, of dat gaat lukken gaan we zien. Nou, dan hebben we in ieder geval melk in huis en er komt nog meer melk. Maar we hadden zoiets, we kijken het heel veel aan en anders is het zo gehaald in een andere winkel, hè. Dus hieronder hebben we de luierdoekjes. Luiertjes nummer 1. 3 pakken. We hebben nog 2 pakken die uit de babydozen komen. Die gaan er straks ook bij. Maatje 2. Want deze is van 3 tot 6 kilo. Dus vind ik vaak dat ze er al redelijk snel in zitten. Deze van 2 tot 5. Dus daar hebben we nog een pak luiers voor Amy. Voor Lily. Die van Amy staat bij ons op de slaapkamer. Want Amy slaapt nog steeds gezellig bij ons. Kijk, hier hebben we een mandje met de luiers van Lily. Straks even bijvullen. Dit moet je straks ook even uitzoeken. Dan is het kamertje straks ook wel lekker klaar. En dit dus. Dus dan eerst een zwemluiers erin. Even kijken wat ik die neergelegd. Want ik merk nou toch wel dat we een beetje ruimte tekort gaan krijgen. Maar ja. Komt goed. Nog meer zwemluiers. Oh. Een normale luier. Nou. Ik ben dus weer beneden. Ik heb hier de kleding van de meisjes nog liggen, zie ik. Ze is boven leuk te vertellen van, dat is allemaal nog in de was. Het is ook in de was en op de waslijn. Maar hier dus nog meer. Dus daar gaan we straks ook mee verder. Zien jullie dan morgen weer. En ja, we gaan vandaag gelijk een beetje orde scheppen hier in huis. Een beetje opruimen. Kijk, we hebben net gegeten, dus dat is ook weg. En eerst ga ik even voor jullie daar achter de computer zitten om dit filmpje te editen. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis, Dylan? Ja. Ik hoop dat jullie een heel leuk nieuwjaar hebben. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ga je niet schrijven? Wil je ook nog wat zeggen? Zeg maar hi. En dat we veel abonnees erbij krijgen. Ja, dat zou wel heel leuk zijn, hè? Ja. En jij? Heb jij ook nog wat te zeggen? Wij hebben dus Brammetje Baas aan staan. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, zouden we het dus leuk vinden als jullie willen abonneren. En willen delen met vrienden en familie. En dan zijn we er morgen weer. Doei doei!